De regio komt steeds meer in de kerstsfeer. Ook het Koffertpark verandert langzaam in een kerstparadijs. Binnenkort openen hier de deuren van het kerstcircus. Dit jaar verwelkomt familie Vrijwald het publiek voor de 13e keer in de circustent. Het is elk jaar weer een groot spektakel. Een show vol acrobatiek, humor, sensatie en vermaak voor de familie. Het kerstcircus van familie Vrijwald groeit inmiddels uit tot een traditie. Nou, Nijmegen en de Goffertpark, dat is voor heel Nederland wat heel bijzonder is. Hier gaan heel grote feestjes gedaan worden op het Goffertpark. En wij zijn natuurlijk ook trots op dat wij onze kerstcircus van de familie Vrijwald hier kunnen presenteren. Om, ik zeg maar, kerstcircus is in Nederland al jaren een echt goed traditie en heel veel mensen komen daar naartoe. Het kerstcircus is namelijk ook echt een familie die samen de show neerzet. En kerst is heel wat bijzonders voor de hele familie. En kerstcircus Vrijwald is sowieso voor de familie. Al nichtjes zitten erbij, mijn vrouw, mijn vader, mijn moeder. En dat al 15 jaar. Dus ik ben nu 35 en we gaan dat nu nog hopelijk zo lang of spoedig mogelijk doordoen. En ik hoop dat mijn dochter, die is nu 4 maanden, dat die dat misschien ook nog verder doet. En ja, op zo'n mooie terrein kunnen op te bouwen met alle tenten en heel groot een spannende kerstdecoratie op te bouwen. Ja, dat is heel leuk hier in Nijmegen. Het circus opent haar deuren op 20 december. En ook dit jaar kunnen we weer een spectaculaire show verwachten. Ja, mensen uit Frankrijk, mensen uit Oekraïne en dan hebben wij nog uit Spanje mensen erbij die heel mooie en spannende acten maken. En we hebben dit jaar heel veel mensen in de piste, dus wij zijn zelfs benieuwd wat wij daar kunnen van maken. En ja, nu is de tijd voor de opbouw en zo spoedig mogelijk op te bouwen. En dan oefenen met de artiesten voor een mooie show.